Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ga voor jullie proberen om een dagroutine op te nemen. Dus kijk gezellig mee. We beginnen met, dus een dagroutine. Of een ochtendroutine, kan ik het ook noemen. Voor de baby's. Het is eigenlijk gewoon een dagroutine, maar het is al middag. Maar Eefje die ligt nog lekker te slapen. Baby slaapt natuurlijk veel. En Fientje ligt ook lekker te slapen. Die was al aangekleed. Die was in slaap gevallen en die heb ik niet meer aan uitgekleed. Want die lag heerlijk te slapen. Dus dan gaan we er straks een schoon luije geven. En ik ga proberen om met alle vier de baby's, maar ja, ik weet niet of dat gaat lukken en hoe lang dat gaat duren. En Thijs ligt ook nog lekker in zijn pyjama. En Bram heeft ook een leuk outfitje aan, een broek en een romper, dus die is ook eigenlijk wel aangekleed. Gewoon een lekkere chill outfit. Dus kijk gezellig mee. Dan ga ik ze. Dan ga ik Thijs en Eefje omkleden. En een schone luier geven. En de andere twee ook een schone luier. Dus kijk gezellig mee. Zo, nou. Ik ga dus nu Eefje uit bed halen. Haar speentje, straks weer. Eefje heeft een mooie slaapzak aan, een netje. Dat is Eefje. Die heeft lekker geslapen. Dan gaan wij haar omkleden. Ik heb nog niks neergelegd of wat dan ook. Maar er zit wel sokken aan, want het is natuurlijk koud. Het is natuurlijk nog hartstikke klein. Zo. Een lekker broekje aan. Dan pak ik nu kleertjes voor haar. Dit broekje aan. Dit t-shirtje. Dit t-shirtje. Met dit broekje. We houden haar sokjes gewoon aan. Want dat kan gewoon natuurlijk. Want ze heeft een broekje met voetjes. Zo. Ze heeft een lange mouwenromper aan. En een korte mouwenromper. Maar ja, op zich is dat denk ik niet zo heel hinderlijk. Maar ik denk dat ik de korte mouw of de lange mouwenromper wel uit doe. Omdat het anders lastig is met
omkleden van het t-shirtje. En dan gaan we schoenen luier geven. Omslagrompetjes heb ik altijd voor de meisjes. En de jongens ook hoor. Omdat dat veel makkelijker is. Eentje gaat zo even lekker spelen. En dan leggen we vinkje er gewoon bij. Twee rompetjes of twee luiertjes. En dan krijg je een dikkere pimpelkont. Maar bij Eefje heeft het niet zoveel effect. Maar we doen nu gewoon één luier aan. Ik hoop dat jullie de roomtour leuk vonden. Want die is ook al online geweest. En de Q&A ook natuurlijk. Als jullie nog meer vragen hebben die nog niet gesteld zijn, kijk dan ook even mijn andere Q&A. Mijn eerdere Q&A. Dan kan ik ze altijd nog beantwoorden. Als ze niet gesteld zijn. Zo, ik nu op prullenbak naar de commode. Dit zijn zulke oude. Dat ik er gewoon te veel van heb. Eerst het hoekje. Dat jullie het allemaal goed kunnen zien. Het wordt waarschijnlijk wel een lange video, maar ik denk dat ik het in vier ga doen. Want ik ben bang dat het alles te lang wordt en dan wordt er niet naar gekeken en dat vind ik zonde. Dus we doen het nu alleen met Eefje. Ik weet dat ik gezegd heb dat ik het met vier zou doen misschien, maar ik merk nu al dat het erg lang duurt. Nu ben ik al bijna 7 minuten bijna al bezig met praten. Dus we houden het op 1 baby. En misschien dat ik het wel in 2 gewoon doe. Jongens, meisjes. Een dagroutine. Ik heb dit broekje nog nooit aangehad bij haar. Dus dit is de eerste keer. Is wel goed. Hij is echt heel klein voor Bram. En Vinkje kan hem ook nog wel aan. Sokjes doe ik er overheen, want dan blijven de sokjes beter zitten. Dat deed mijn opa ook altijd bij mij vroeger. Zo, dan doen we dit leuke noppies setje aan. Of t-shirtje. Die zijn natuurlijk eigenlijk zo, mutsje af. En dan gaan we dus eerst nog even Vinkje even omkleden en de schone luier geven. Of nou ja, alleen de schone luier, want ze heeft al kleren aan en die zijn nog schoon. Dus dan gaan we Vinkje schone luier geven en dan gaan we flesje doen bij alle twee de meiden.
Gewoon tegelijk, dat kan. En dan gaan ze lekker nog even spelen. En dan ga ik gewoon weer de volgende video opstarten. Voor de jongens. Dit is dus de outfit. Alleen nog de knoopjes en haar. Ik weet dat het rompertje doorschijnt. Maar dat is niet erg. Perfect. Zo. Nou, de sok. Die wil niet goed. Denk ik omdat het broekje dik is, wat wijd. Nou, dit is dus even haar outfitje voor vandaag. Mooie sokjes. Zo. Dan zal ik jullie alvast even neerzetten. Zo, dan ga ik Fientje of Eefje hier neerleggen. Kan ze nog even spelen. Die haal ik weg. Zo. Eefje gaat even lekker spelen. Met haar rommelaartje. En die doek. Zo, daar ligt ze dan. Dan gaan we Fientje doen. Zo, ik heb Fientje bij me. Die gaan we ook even verschonen. Tweede luier aan. Maar die laten we aan. Het gaat vooral om de bovenste luier. En dit is nummer 1. Dit is 0. En dit is maatje 1. Aan. Ondanks ze super klein is. Terwijl Eefje het niet aankan, ze is wel kleiner. Zo. Zien. Ik vind het erg lastig om zulke video's te maken. Dit doe ik normaal nooit. En
nogmaals mensen, als je deze video niet leuk vindt, kijk er niet naar, reageer niet. Dit zijn geen echte baby's, dit is een rollenspel. Dat wil ik wel even duidelijk maken, want ik had laatst een reactie dat ik echt van, dacht echt van, waarom? En dan ben je ook nou niet zo, heb je ook niet het lef om dan nog een keer te reageren. Doe het gewoon niet, laat me gewoon met rust. Ze heet Vientje en daar is niks mis mee. Het is niet raar, ze wordt niet gepest. Het is een reborn, het is een hobby. Ze blijft zo klein. Dus. Zo. Ja. Nu is het nog droog. Zo makkelijk zo'n baby. Kost zoveel minder. En ook zo'n leuk setje. Kijk hoe schattig ze is. Zo, dan ga ik haar neerleggen. Bij Eefje. Zo, de meisjes liggen lekker hier. We gaan even lekker spelen. En dan hebben we nog voor Vientje, die rolt niet meer. Ze is natuurlijk al 1. Dus dat gaat goed. Dus ja, dus we gaan nog even lekker spelen. Zo de fles. Dus dan kom ik zo weer terug. Tot zo. Zo, nou, ze hebben nog even lekker gespeeld. En nu gaan we een flesje geven. Dit flesje is voor Eefje. Kijk, dan doen we gewoon zo. Alleen dan blijft hij natuurlijk niet zitten. Nee, ze wil nu niet, dus dan doen we het maar zo. Zo. Dan doen we het even zo. Zo. Kijk, dit blijft wel weer. Ze hebben er niet veel zin in. Dus dan, ja. Dan stop ik er maar mee. Want, ja. Dit heeft niet zoveel zin. Als ze niet willen, dan willen ze gewoon niet. Dan, ja. Dan kan je niks aan veranderen. Dus, nou. Dit is dus de dagroutine. En ik ga ze zo weer even lekker in bed leggen. Want dat is even een stuk warmer. En dan ga ik
voor de jongens ook nog even opnemen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dus vond je deze video leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En op het belletje te klikken, dan mis je nog meer de video. Doeg! Tot de volgende video. En dan doen we een dagroutine met de jongens.